Als we in de winkel een product kopen, dan gaan we ervan uit dat die prijs klopt. Maar meestal betalen we niet de werkelijke prijs van een product. Bijna alle fabrikanten maken kosten die ze afschuiven op het milieu en de maatschappij. Dit is het verhaal van de werkelijke prijs van hun product. Bedrijven bepalen de prijs van hun product of dienst op basis van hun kosten. Denk aan de salarissen van werknemers, de grondstoffen die ze gebruiken en de huur van bijvoorbeeld een kantoor. Tel er een winstmarge bij op en dat is de prijs die we betalen. Maar neem bedrijf A. Dit bedrijf loost afvalstoffen op een rivier. Het is niet heel erg, het mag allemaal, maar een stad stroomafwaarts is afhankelijk van de rivier voor drinkwater. Die stad moet nu een waterzuiveringsinstallatie bouwen. De kosten hiervoor worden, via de belasting, gedragen door de inwoners van de stad. Terwijl ze eigenlijk bij bedrijf A terecht hadden moeten komen. Dit soort externe, maatschappelijke kosten heten externaliteiten. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Een belangrijke is de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit kan leiden tot een stijging van de zeespiegel, waardoor we in Nederland hoge dijken moeten bouwen. Dat zijn kosten voor de maatschappij. De verbranding van kolen in grote energiecentrales is gelinkt aan een toename in hart- en longproblemen. Dat betekent hogere uitgaven in de zorg. Wederom kosten voor de maatschappij. Het is de belastingbetaler die hiervoor betaalt, niet de vervuiler. Maak kennis met bedrijf B, een buurman van bedrijf A. B maakt hetzelfde product als A. Maar het grote verschil, B heeft zelf geïnvesteerd in een waterzuiveringsinstallatie. B loost hierdoor geen vuil water in de rivier. Zijn producten zijn duurzaam. Maar bedrijf B moet deze investering wel terugverdienen. Het product van B is daarom ietsje duurder. Dat is een concurrentienadeel. Klanten blijken liever de net iets goedkopere producten van A te kopen. Deze situatie geldt voor veel duurzame producten. Ze lijken vaak wat duurder dan niet-duurzame producten. Maar de niet-duurzame producten brengen maatschappelijke en milieukosten met zich mee. Externaliteiten. Denk aan de investering die we moeten maken voor het verhogen van de dijken. Denk aan de prijs voor de behandeling van iemand met longklachten door kolencentrales. Duurzame producten zijn dus niet zozeer duur, maar niet-duurzame producten zijn kunstmatig goedkoop. De reden dat bedrijven kosten afschuiven lijkt simpel. Als ze dat doen, hebben ze meer winst. Dat klopt in sommige gevallen, maar er zijn nog andere, belangrijke redenen. Zo zijn externaliteiten moeilijk te kwantificeren. Hoe hoog moeten die dijken precies worden? Dat maakt nogal uit in de kosten. Externaliteiten vinden ook vaak pas ver in de toekomst plaats. Wanneer gaan mensen last krijgen van hun longen? En hoe zeker is dat? Het is moeilijk om daar nu al een prijskaartje aan te hangen. Maar zeker niet onmogelijk. Er zijn bedrijven die proberen hun maatschappelijke en milieukosten inzichtelijk te maken. De allereerste was een Nederlander, Eckhard Winsen in 1990. Internationaal volgde Puma in 2010. De NS publiceerde in 2014 een milieuverlies- en winstrekening. En een coalitie van 13 Nederlandse bedrijven gaat nu met de organisatie True Price aan de slag om de werkelijke kosten van hun bedrijfsvoering te berekenen. Veel activiteit dus bij Nederlandse organisaties om de markt weer goed te laten werken. En dat is goed. Want het wordt tijd dat we de werkelijke kosten van een product gaan betalen.